dit moment vaar ik met pont over de Maas richting Stijl. Het is precies 30 jaar geleden dat de Maas overstroomde. Op 20 december 1993 trad de Maas voor het eerst buiten haar oevers. En op 22 december 1993 gebeurde dat op meerdere plekken in Limburg, waaronder hier in Venlo. Inmiddels hebben we nieuwe hoogwaterdraaiboeken opgesteld die ervoor zorgen dat we in de toekomst beter voorbereid zijn op hoogwater. Daarnaast wordt zo'n 12 kilometer aan dijken in Venlo, Arsen, Belfeld, Stijl en Laarbroek verplaatst en verhoogd. Dit jaar was ook het jaar van de musical Zondag in het Zuiden. Een musical die volledig gaat over het hoogwater in Limburg. Een musical voor en door Venlonaren, waar Tom Doesborg, die verslag deed in 1993 van het hoogwater, een grote rol in had. De waterstand staat op 25,9 boven NAB. Ja, dat zeg ik toch! We hebben geslapen, gevreeën, gepraat urenlang aan een stuk. We droomden tak naar beneden, de wegen warm van geluk. We lachten, we leefden, we baalden, waren moe of we hadden het druk. We merkten niet hoe we verdwaalden, de wegen warm van geluk. De wegen warm van geluk. Veri, jij hebt gespeeld in een musical. Ja. Hoe was dat? Ja, in één woord, te gek. Het was een hele gave periode en het is heel mooi om met zoveel mensen en op het toneel en allemaal daarachter iets heel moois neer te zetten. Hoe is het dan om hier nou te zijn? Want nou, dat hele toneel ontbreekt nu. Heel gek! Heel vreemd, behalve ons huisje waar het orkest in zat, staat nog. En voor de rest, weg. Dat blijft overigens ook nog staan, want jullie komen terug. Het komt terug. En dat is niet zonder reden. Nee. Nee, volgens mij heeft de musical ontzettend veel impact gemaakt op Venlo. Wat betekent deze musical voor Venlo? Ik denk dat de Maas in alle mensen hier in de regio iets betekent. En dat is heel persoonlijk. En ik denk dat verbindt ons uiteindelijk allemaal, denk ik. Heb je dan ook reacties gekregen van mensen die de musical gezien hebben? Absoluut. We hadden tijdens de voorstelling ook beelden uit die tijd. En dat raakt mensen gewoon heel erg. Want je ziet, oh, de buurvrouw, oh, weet je nog toen? Dus dat is een stukje verwerking, denk ik. Herkenning. Ontroering misschien? Ontroering ook. En impact. Ja. Hoe was het voor u? Heeft u de musical gezien? Ja, ik kon niet bij de première zijn. We waren op vakantie. Maar er waren zoveel positieve verhalen over de musical dat wij zeiden... Ik heb heel snel kaartjes gekocht. En die waren er gelukkig nog. Mooie plek met mijn vrouw samen. En het was ongelooflijk indrukwekkend om dat allemaal mee te maken, te zien. Al het water naar beneden viel. Maar je zit ook tussen 2000 mensen. Hè? Ik bedoel, het is een enorm bezochte musical met bijna uitverkocht. En mooi om te zien hoe zo'n gemeentebestuur in verwarring was. En met net nog de watersnood in het achterhoofd van de mensen. De problemen die we hadden met hoogwater een paar jaar geleden. Ja, dus nog steeds super actueel eigenlijk dus. Ja, absoluut. Het wordt het is nog steeds pakkend voor heel veel mensen hier uit deze omgeving. En het is waar, die Maas verbindt. Maar die kan zelfs ook heel erg onvoorspelbaar zijn. Ja. En dat blijft voor ons natuurlijk. En dat blijft, absoluut, zeker. Ja, ja. Dus volgend jaar nog een keer aanwezig? En dan bij de première, absoluut. Ik ga mijn vakantie daarvoor verzetten. En daar houden we u aan, hè? Ja, zeker. Niet alleen in 1993, maar ook in 2021 hebben we weer last van hoogwater. Naar aanleiding hiervan worden met verschillende dorpskernen nieuwe hoogwaterdraaiboeken opgesteld. Daarover gaan we in gesprek met de dorpsraad van Arsen. Mijn naam is Lex van Marken. Ik ben lid van de hoogwatergroep Arsen, onderdeel van de dorpsraad.
En in 93 en 95 en ook in 21 betrokken bij het aansturen van vrijwilligers om allerlei klussen te doen om erger te voorkomen als de Maas zou overstromen. En in 93 is die dus overstroomd en hebben we allerlei praktische klussen moeten doen die we in 95 en in 2021 in feite ook herhaald hebben. Mijn naam is Chris Reutelingsperger. Ik mocht de vrijwilligers van het dorp aansturen in 1993 en ook in 1995. Sinds 2021 ben ik hoofd van de dijkwachten in Arsen. Met de nulkennis die we in 1993 hadden, werd er in Arsen, ging iedereen een halve meter zandzakken voor de deur leggen, niet wetende als het water erover kwam, dat ze een meter tot anderhalve meter water binnen hadden. Dus daar is heel veel werk toen voor niks gedaan. Wij waren toen ook het eerste dorp die van elke straat, van elke putdeksel, werd de hoogte bepaald. Dus iedereen wist precies hoe hoog zijn huis lag en wat je eventueel kon doen. Want we krijgen dat een beetje door de waterstanden, hoe hoog dat die zijn. En dan kun je zelf eventueel maatregelen treffen voor je eigen woning. En daar hebben we ook nu zelfs gebruik van gemaakt in het plan van 2023. 2021 kun je ook zien dat die ervaring bij de mensen toch wel in het hoofd zit. Dat daar geen zandzak voor de deuren ligt in 2021 om de individuele woning te beschermen. Men weet dus dat als er zandzakken gelegd moeten worden, dat aan de Maas is en niet voor je eigen woning. Alleen mensen die pas in Arsen zijn komen wonen, daar zie je dan toch hier en daar een zandzak liggen. Als ik hier links naar buiten kijk, dan zien we daar nog een stuk dijk. Die is toen aangelegd door de Engelse militairen, RAF Regiment Dyke. En dat is toch altijd wel een herdenkingspunt van het water wat we in 1995 hebben gehad. Wat in het draaiboek onder andere staat, is wat de taken van de hoogwatergroep Arsen is. En dat is met name dat we handjes beschikbaar stellen voor officiële instanties op het moment dat er iets moet gebeuren om het dorp te beschermen bij hoogwater. Dan wel om acties te zetten op het moment dat het water in Arsen is komen te staan. De bevoegde instanties moeten het werk doen, die moeten de crisis bestrijden. Maar we kunnen ze wel helpen, want we snappen heel goed dat ze op het moment dat er crisis is, dat ze dat niet alleen kunnen doen. En wij hebben dus tot nu toe drie keer ervaring, dat we met name met de dijkversterking, het leggen van zandzakken, dat we daar een belangrijke taak in hebben. Maar ook in het afschermen van het dorp voor mensen die in tijden van crisis niet thuis horen. Dus zorgen dat het dorp ook vrij blijft, dat ook eigendommen beschermd blijven. En dat betekent ook dat je grote groepen vrijwilligers op de been brengt en dat je die ook moet faciliteren. Dan zijn mensen ook 8, 12 uur per dag bezig om hun handjes te laten wapperen. Dus dat wij een catering op hebben gezet om die mensen te verzorgen, dat is ook weer iets wat we geleerd hebben in 2021. En dat hebben we momenteel al helemaal geborgd. Dus dat zit helemaal goed. Arsen ligt nu eenmaal in een badkuip en dat verander je niet met het aanleggen van dijken, maar je zorgt wel dat het risico minder wordt. Wat was de rol van de gemeente Venlo bij het opstellen van de hoogwaterdraaiboeken? We hebben na het hoogwater meteen de wijken en de dorpen bezocht waar ze echt last hadden van het hoogwater. Bijvoorbeeld in Tegelen en Arsen en in Bijlveld en met de mensen gesproken. En de kritiek die ze hadden, dat was toch dat ze zeiden, we weten niet wat we moeten doen. En we willen graag een heleboel dingen doen. En dat wisten we wel toen we nog zelfstandige gemeenten waren, zoals Tegelen en Arsen. En toen hebben we gezegd, nou, we gaan met de mensen samen hoogwaterdraaiboeken maken. Wij kunnen het als gemeente absoluut niet alleen. Dus wij gaan zorgen dat er handelingsperspectief is voor die mensen die in de buurt van het hoge water wonen. Dus dat betekent, wie kunnen we inzetten bij het vullen van zandzakken? En waar moeten ze dan komen? Dus het waterschap werd erbij betrokken, de veiligheidsregio. En ook gezorgd dat, eigenlijk, als je dan mensen hebt, dat je ook een taak kunt geven aan die mensen. Wie gaat het verkeer regelen? Wie zorgt voor de afsluitingen? En dat heeft eigenlijk heel goed gewerkt. De mensen die, zijn daar een beetje gerust op geworden. Dus er liggen nu hoogwaterdraaiboeken waarin iedereen
kan helpen eigenlijk. Ja, ja, en dat zijn natuurlijk altijd weer andere mensen, want je weet niet wanneer het hoogwater is. Maar je kunt dus mensen echt een taak geven. En wij zijn er heel blij om, omdat we als gemeente met de veiligheidsregio nooit zoveel mensen hebben om het allemaal zelf te doen. En we hebben die handjes in de dorpen en in de wijken, in de buurten, gewoon heel hard nodig. Elkaar nodig en dan met elkaar verbinden eigenlijk. Absoluut. Ja, dat is heel belangrijk. Zeker bij een crisis en bij een ramp. Tom Doesborg is programmamaker bij L1. En in 1993 doet hij verslag van het hoogwater in Limburg. Grote delen van Venlo, daar is het water al naar binnen gekropen. De Maaskade staat helemaal onder water. De winkels en de huizen, daar staat het water al zeker een halve meter hoog. We vliegen nou boven de Maaspoort, waar ook de studio van Omroep Limburg zit. Ja, dit is in Venlo ook een grote, gigantische ramp. Het water van de Maas trekt zich niets aan van de grenzen. De grensrivier wordt wel erg breed en treft ook Belgisch Limburg. In die provincie valt 1 dode. Een ongeluk dat Nederlands Limburg bespaard blijft. Maar daarvoor is wel nodig dat in totaal 12.000 Limburgers in die weken hun huizen ontvluchten. Tom, jij doet in 1993 verslag van het hoogwater. Hoe komt zo'n item bij jou terecht? Ik was als jonge journalist lid van de redactie Noord-Limburg en we zaten in Venlo in de Maaspoort. Ik was die dag al een paar keer bij allerlei mensen geweest om te kijken waar de burgemeester was, want die was spoorloos verdwenen. En ik kom hier in Arsen aan, s'nachts om 11:30, en het werd bewaakt door militairen. En ik had een papiertje van de gouverneur gekregen dat ik erdoor mocht, want wij waren rampenzender. En toen zei hij al van, ja, de burgemeester kwam hier net ook al langs. Dus ik ben naar de burgemeesterswoning, de oude burgemeesterswoning, ben ik naartoe gereden, was licht aan. En hij liet mij binnen en daar heb ik hem geïnterviewd. Terwijl de rest van de media in Limburg dacht dat hij weg was. Dat hij, weet ik veel, ondergedoken was of echt spoorloos verdwenen was. En ik had het interview met hem. De hele regio is de burgemeester kwijt. Hij is spoorloos verdwenen. Ja, ook landelijke journalisten zaten daar inmiddels op. Dus het was best wel een dingetje. En jij belt aan en jij vindt de burgemeester en jij kunt hem interviewen. Ja. Hij kwam een beetje moe en overspannen op me over. Ik denk dat hij ook even heeft moeten bijkomen. Ik denk dat hij heel veel verantwoordelijkheid, te veel verantwoordelijkheid heeft gevoeld. En misschien iets te weinig gedelegeerd heeft. Overspannen misschien van is geweest en een paar dagen of 24 uur heeft moeten bijkomen. Ja, dat heeft met de persoon zelf ook te maken en met de manier waarop op dat moment met de rampen om is gegaan in die gemeente. Maar jij hebt op dat moment een primeur, voelt dat ook zo? Ja, dat voelde vooral de volgende ochtend zo, omdat de kranten kwamen met de kop Mooren spoorloos. Dat was echt zo'n chocoladeletterige, telegraafachtige kop in het Dagblad van Noord-Limburg. En hij was niet spoorloos, hij was bij ons op de radio te horen 's morgens vroeg. Dus dat was zo'n klein succesje van de kleine radioredactie tegenover de hele grote krantenredactie, die met veel meer man waren. Maar die natuurlijk met zo'n krant maar 1 keer in de 24 uur konden uitkomen. En wij konden met de radio veel sneller natuurlijk zo'n watersnood verslaan. Schakelen. En dan ook op jonge leeftijd, je was pas afgestudeerd. Ja. Burgemeester, kunt u zich voorstellen dat u in zo'n crisissituatie gewoon spoorloos verdwijnt? Ja, het was natuurlijk al een hele andere situatie in de jaren 90. Hè. Er is door schade en schande in Nederland, door allerlei rampen, erg veel veranderd sinds die tijd. We hebben nu veiligheidsregio's. Dat betekent dat in zo'n situatie de voorzitter van de veiligheidsregio, de burgemeester van Venlo, en in Limburg hebben we ook dan de burgemeester van Maastricht, die krijgen de algehele leiding over zo'n ramp. Hè. Dat noemen we dan grip 4. En ik denk dat in die tijd zo'n burgemeester voor een deel helemaal alleen voor stond met zijn eigen lokale brandweer. Hebben we ook niet meer. We hebben regionale brandweer, we hebben regionale rampenbestrijding. Dus er is wel een hoop veranderd, lerende van zo'n situatie waarbij al die gemeenten maar weliswaar misschien een beetje samenwerkend hun eigen ding hebben gedaan. Veel groter wordt het nu eigenlijk aangepakt? Het wordt groter aangepakt en natuurlijk heeft de lokale burgemeester wel een hele belangrijke functie door in contact te blijven met de eigen bevolking. Maar het bestrijden van de ramp gebeurt dan altijd vanuit Venlo, vanuit het crisiscentrum. Met al die mensen uit de hele regio die dan samenwerken.
Inmiddels zijn er ook zelfs hoogwaterdraaiboeken. Dat was er in die tijd waarschijnlijk ook nog niet. Hoe is de gemeente daarbij betrokken? Nou, er waren toen wel lokale hoogwaterdraaiboeken. En die hebben eigenlijk heel goed gefunctioneerd. En die hadden we juist weer niet bij de ramp een paar jaar geleden. En de mensen hebben gezegd, ja luister eens even, geef ons nou zelf ook hier in bijvoorbeeld Arsen de mogelijkheid om met mensen een heleboel dingen zelf te doen. En die hebben we weer geactiveerd. Dus er zijn in de hele gemeente Venlo, bij de dorpen langs de Maas, echt op maat hoogwaterdraaiboeken. En wij kunnen dat natuurlijk ook niet als regio alleen en als gemeenten alleen. Dus dat betekent dat de mensen bij hoogwater ook worden ingeschakeld om heel concreet dingen te doen. Ja, echt samen. En daar dat plan dat in 2021 ontbrak, is daar... Ja, en er is nu wel een plan waarin staat, waar kun je zandzakken krijgen? Wie is er voor de verkeersveiligheid? Wie moet ik bellen van de gemeente? En dat betekent dat alle mensen hier, die ook bij de laatste hoogwaterramp hun handjes hebben laten zien, die kunnen nu op een hele goed georganiseerde manier aan het werk. Als je hier woont en het is hoogwater, wil je ook zelf wat doen. En dat hebben we ook heel, heel hard nodig. Water kan ook een positieve impact hebben op Venlo. Zo is het afgelopen jaar Viking Venlo voor de derde keer in de clubhistorie Nederlands kampioen kanopolo geworden. Ik ben Steven Heugelen, 26 jaar oud, kom uit Venlo en ik speel kanopolo voor kanovereniging Viking in Venlo. Veel mensen horen ook al vaker zeggen waterkanopolo, kano-waterpolo, ik weet het niet. Maar ja, ik zeg ook geen grasvoetbal als ik zeg dat ik op voetbal zit. En kanoën zonder water wordt een beetje lastig, dus we houden het gewoon op kanopolo. Zelf ben ik echt al van kinds af aan bij de club. Mijn ouders zitten bij de club, mijn grootouders zaten bij de club. Vanaf dat ik eigenlijk kon lopen, rende ik hier al rond. In 2009 ben ik ongeveer begonnen zelf om ook echt te kanopoloën. Dus inmiddels zitten we ook al op een goede 14 jaar dat ik kanopolo doe. De laatste jaren wordt het iedere keer wat fanatieker. Het is gewoon een enorm dynamisch spelletje. 5 tegen 5, heel kort, intensief. 2 keer 10 minuten speel je tegen elkaar. Zodra je eigenlijk gescoord hebt, moet je zo snel mogelijk weer terug om weer te gaan verdedigen. Want het gaat net zo snel als bij basketbal. Een doelpunt maken is een doelpunt bijna tegenkrijgen als je niet oplet. En zeker de dynamiek en het fysieke, het harde spelletje, daar word ik wel gelukkig van. Eigenlijk spelen ze kanopolo wel door heel Nederland. Dichtstbijzijnde voor ons is denk ik Helmond. Maar daarna moet je al denken aan Amersfoort of Utrecht, Uithoren. Toch meer richting de Randstad, Den Haag spelen ze het ook nog. Groningen, ga zo maar door, Deventer. Het is echt wel door het hele land verdeeld, maar in Limburg zijn we de enige kanopolo-club. We hebben nu al de derde landstitel binnen. Ik hoop dat nog wel een paar meer gaan worden en dat we straks ook een keer hoge ogen kunnen gaan gooien in Europa. Dat lijkt me wel, dat is wel het doel voor de komende jaren nog. In het kanopolo hebben wij net zoals bij het voetballen de Champions League en alle nummers 1 en 2 van ieder land, dus Nederland, Duitsland, Engeland, maakt niet uit, die spelen op 1 toernooi voor de titel Europees clubkampioen. Daar hebben we afgelopen jaar zijn we naar Zuid-Spanje mogen gaan, naar Cadiz, om mee te strijden. En een paar jaar terug hebben we nog in Duisburg gespeeld om mee te spelen om die titel. En de allereerste keer in 2018 zijn we naar Nottingham in Engeland gemogen. En we zijn eigenlijk een heel hecht team. We zijn echt vrienden die samen ook spelen. Dus als we een keer een biertje gaan drinken, als er een keer een feestje is, dan zijn we ook met z'n allen. Dus ik denk dat dat ons wel ook heel sterk maakt als team. En ik denk dat bijna iedere Venlonaar toch wel stiekem kanopolo kent. Ze weten misschien niet dat het kanopolo heet, maar als ze weten dat we in de Maasboulevard met die bootjes en die goals aan het ploeteren zijn, dan is dat kanopolo. Dus het is altijd leuk als je ook een biertje gaat drinken aan de Maasboulevard en op een mooie zomerse dag. En dan heb je ook nog wat entertainment om te zien. Dus ik denk dat het daarin wel mensen een beetje verbindt om samen kanopolo te kunnen gaan kijken. En toevallig zijn ze dan een biertje aan het drinken, maar stiekem zijn ze gewoon voor kanopolo. Niet alleen de kanoers zijn dit jaar in de prijzen gevallen. Nog veel meer Venlose sporters hebben in 2023 topprestaties neergezet. Kijk maar even mee.
Burgemeester, bent u niet onwijs trots als u dit zo allemaal ziet? Ja, ik ben onwijs trots op al die topsporters die een enorme prestatie hebben neergezet in hun eigen sport. Maar er is nog veel meer. We moeten ook al die andere jongeren die te veel thuis achter de computer zitten, proberen te laten bewegen. Want wij proberen de gezondste regio te zijn. En dan ben ik blij dat wij met de Venlo Fit Week in staat zijn geweest om bijna 10.000 jongeren te bereiken en die te koppelen aan een bestaande sportvereniging, zodat ze ook echt veel meer bewegen. Nou, hoe bijzonder is dat? Zowel in de amateursport wordt dus hard gewerkt, ja, als in de professionele sport doet Venlo het eigenlijk gewoon hartstikke goed. Ja, dat betekent dat we echt een steeds sportievere stad zijn. En dat is ook heel erg goed, want we willen toch ook dat die jongeren de gezonde mensen van de toekomst zijn. Nou, op weg naar de gezondste regio. Op weg naar de gezondste regio, ja. Een week die volledig in het teken staat van jongeren in beweging brengen. De Venlo Fit Week was een groot succes en ik spreek daarover met Suzanne den Hartig, docent op basisschool De Meulen. Ik ben Suzanne den Hartig, ik ben vakdocent lichamelijke opvoeding op basisschool De Meulen en basisschool Novo Montessori. Ik heb eerst heel lang zelf voor de klas gestaan op school en sinds een jaar of 10 ben ik eigenlijk de gymzaal ingedoken. En van daaruit heb ik de laatste 10 jaar gewoon een heleboel leuke dingen gedaan voor de kinderen, voor school. En ik vind het meest fantastische wat er is, gewoon die enthousiaste kinderen. Wij stimuleren sowieso als school heel erg gezonde en sportieve leefstijl. En wij hebben dan ook zoiets van, we willen die kinderen ook stimuleren en kennis laten maken met andere sporten. Wij proberen ieder jaar bij de Venloop heel veel kinderen te laten meelopen. Afgelopen jaar hadden we ook meer dan 100 kinderen van school meelopen. Wij zijn ook heel actief met spoordagen. De Koningsspelen hebben we zelf heel veel jaren rondom school georganiseerd. De laatste jaar, dat was helaas coronacrisis, had de gemeente het idee om van, nou, dan gaan we dat zelf ook eens aanbieden. Voor ook een beetje het stukje Venlo Stormt, wat is blijven liggen, omdat dat niet meer gebeurde, hadden ze zoiets van, kunnen wij niet een spoordag of een sportactiviteit organiseren, ergens neerzetten, zodat zowel de middelbare scholen als de basisscholen er gebruik van kunnen maken. Dus niet voor eenmalig, maar voor een paar dagen achter elkaar. En daar hebben we vorig jaar dus voor het eerst aan meegedaan en het is ontzettend goed bevallen. De gemeente die kan natuurlijk bijna, ik moet echt zeggen, bijna alle sportaanbieders van Venlo, die hadden daar een clinic. En kinderen van school die konden als groep zijnde 3 keuzes aangeven, 3 voorkeuren aangeven, wat ze wilden doen. En de kinderen hebben een fantastische dag gehad. En je ziet van daaruit ook kinderen die we van daaruit ook proberen om toch ook weer net die verbinding naar die sportvereniging te krijgen. Of naar die gezonde leefstijl. Of meer zelfvertrouwen te krijgen, die dus bij mij in de gymles terugkomen. En dus net zoiets hebben van yes, het was leuk. En ik durf het, ik durf meer, ik kan meer. Dus ja, dat is gewoon super om te zien. En kinderen hebben ook alweer zoiets van, gaan we daar volgend jaar weer naartoe? En dus het enthousiasme is groot. En dan hoop je ook gewoon dat het op een gegeven moment een beetje blijft hangen. En dat kinderen dus ook een keuze maken om zich eens een keer bij zo'n sportvereniging aan te melden. Of eens een keer een proefles extra te gaan doen. Om kinderen toch in beweging te krijgen. Het mooiste aan mijn werk vind ik toch wel het enthousiasme van de kinderen. En daar waar ze niet enthousiast zijn, ze zo erg te prikkelen dat ze wel enthousiast worden. Het mooie in mijn werk in de gymzaal is ook dat het niet meer zoals vroeger is, allemaal hetzelfde kunstje. Maar dat je dus gewoon probeert om elk kind in zijn kracht te laten staan. En bij de ene is dat spel en bij de ander zijn dat gewoon de materialen of de handstand of iets anders. Je probeert altijd te zoeken naar datgene wat het kind wel kan en van daaruit te bouwen en hun in hun kracht te brengen. En dan gewoon hopen met heel veel zelfvertrouwen dat ze de zaal weer verlaten. De meesten die gaan met een grote glimlach naar buiten. Dat sport verbindt blijkt uit de grote aantallen jongeren en kinderen die afgelopen jaar in beweging zijn gebracht door de Venlo Fit Week. Maar niet alleen sport verbindt. Ook in moeilijke tijden zoeken mensen elkaar op. Afgelopen jaar woedde er een grote brand aan de Voltastraat in Blerik, waar onder andere Stichting Voedselhulp Blerik gevestigd zat.
Zij zagen hun voorraad tot 2028 ter waarde van 10.000 euro in vlammen opgaan. Om hen een hart onder de riem te steken zijn meerdere Venendaren gestart met het inzamelen van geld om te doneren aan de stichting. Het gaat er door u heen op het moment dat u zich realiseert van dat is onze loods. Ja, even schrikken natuurlijk. En je denkt meteen aan de mensen en aan de kinderen die je helpen. En ik ben nog emotioneel, sorry. Het was een pijnlijk moment. En hoe langer dat nu duurt, hoe erger dat ik het eigenlijk vind. Hoe groot is de schade voor jullie? We hadden gelukkig een klein gedeelte. Hadden we thuis staan voor directe uitdeel. Dus we kunnen de komende weken nog wel uitdelen. Maar een heel groot gedeelte stond daar. En het is ongeveer voor een waarde van rond de 10.000 euro. Hoe nu verder? Opnieuw beginnen. We kunnen nog heel even verder. Maar als we door willen gaan, dan moeten we echt tot tegenaan. Kom binnen. Dit is het Roodhoes van Blerik. Het Roodhoes in het mooie Blerik. Ja. Gino, jij bent gevestigd in Blerik. En er is het afgelopen jaar behoorlijk wat gebeurd. Dat kun je wel zeggen, ja. Want ja, we hebben in mei een hele grote brand gehad in de opslag, waar wij de opslagruimtes hadden. En ja, daarna wat was de keuze, doorgaan, stoppen. Maar toen kwam er zoveel hulp dat stoppen ging. Denken maar aan is. We gaan gewoon door. En we kunnen gewoon niet stoppen door alle hulp die we gehad hebben. Dat is gewoon gigantisch. Dat lijkt me heel bijzonder om te merken dat als er zoiets heftigs gebeurt, dat uit alle hoeken hulp tevoorschijn komt. Echt die echt verbondenheid voel je dan, lijkt mij. Dat merk je dan wel, want dat hadden we echt niet verwacht. Het was zo gigantisch. Alle handen. Acties op touw gezet, particulieren, stichtingen, allerhande hulpinstanties kwamen echt, waar ik nog nooit van gehoord had, die kwamen om de hoek. Biedt dat dan ook weer toekomstperspectief? Tuurlijk. Want op dat moment dachten we gewoon van, ja, stoppen we of gaan we door? En nu, we gaan gewoon door. Want... Ja, zijn de toekomstplannen gewoon voorlopig doorgegaan? Zeker. Ja, wat bijzonder. Burgemeester, ik kan me voorstellen als u dat zo hoort, er is een ramp en inwoners schieten massaal te hulp, dat heel bijzonder is. Dat je zo verbondenheid onderling hebt als gemeente. Ja, zeker. Dat is hier in Blerik natuurlijk aan de hand bij de voedselhulp. Het was een ongelofelijke brand die ik zelfs vanuit mijn huis in Velden kon zien. Heel omgeving zag de brand. En dan is het alle hens aan dek. Dan helpt iedereen elkaar hier. En dat is in de hele gemeente het geval. Men ziet, er is wat gebeurd. Het is een toch wel serieuze situatie. We willen heel graag dat de vrijwilligers van de voedselhulp die hier in Blerik heel goed werk doen, door kunnen. Ja, en dan steekt iedereen de handen uit de mouwen en dan wordt er geholpen. En dat is gelukkig met alle situaties als wij te maken hebben met een crisis. Of met een wat nare, vervelende situatie. Dan zie je die samenhorigheid in onze gemeente. En dan wordt er gewoon actie ondernomen. Mensen komen samen, verbondenheid. Absoluut. En de handen uit de mouwen. Ja, zeker. Ja. En heel veel succes met de voedselhulp verder hier in Blerik. Dank je wel. Jurre, jij bent dit jaar genomineerd voor de Lodewijk van de Ginte Talent Award. Mm-hmm. Hoe was dat? Een hele mooie reis. Het heeft geduurd van begin september tot vorige week dinsdag. Begin september werden de nominaties bekendgemaakt. En afgelopen dinsdag was, vorige week dinsdag moet ik zeggen, was dan de prijsuitreiking. En dat was een heel mooi avontuur, samen met de mede-genomineerden. Veel mensen leren kennen, veel mooie nieuwe verbindingen weten te leggen. Dus helemaal top. Maakt je dat ook trots als ondernemer? Ja, zeker. Ik werd gebeld, dat is wel een grappig verhaal, ik werd gebeld in een drukke lunch. Rond een uur of één. En ik dacht, dat is een of andere verkoper aan de telefoon. Er is een riedeltje afgedaan van, je spreekt met die en die. Dus ik onderbrak die meneer. Ik zei van, sorry, het is druk. Kunt u over 2 uurtjes of 3 uurtjes terugbellen? Nou, toen belden ze na 2, 3 uur terug. En zeiden ze, ja, we belden om te zeggen dat je genomineerd bent voor de Lodewijk van de Ginte Talent Award. Ik zei, oké. Maar trots, ja. En
stukje waardering, dat is echt ja, fijn. Ja. Ja. Maakt u dat ook trots als burgemeester, dat er zoveel aandacht is voor de, ook voor de ondernemers hier? Nou, ik zat naast hem in de Maaspoort en je voelde zijn stoel trillen van de zenuwen. Wacht even, klopt dat? Was je zo zenuwachtig? Het viel wel mee, vond ik zelf. Beetje. Maar ja, natuurlijk wel een beetje. Ja, dat wel. Ja. Ja. Maar het is natuurlijk wel een inspirerend voorbeeld voor mensen die, ja, die zich inzetten voor onze samenleving, die met deze doelgroep gaan werken. En daar mogen een heleboel mensen in onze gemeente een voorbeeld aan nemen. Dus zeer terecht dat hij genomineerd is. En ja, er kan er maar één winnen. Maar jullie houden elkaar allemaal wel vast, hè? Alle mensen die genomineerd zijn. Zeker. En ook de mensen van de grote prijs, niet alleen de jeugdprijs, die blijven bij elkaar en doen hele leuke dingen. Ja. En ja, proberen ook weer het voorbeeld te zijn voor anderen. Ja. Ja. Je bent eigenaar van Brownies & Downies vestiging Venlo. Klopt. In 2021 besloot jij deze vestiging over te nemen. Wat maakte dat jij tot die keuze kwam? Nou, ik was op dat moment werkzaam als hypotheekadviseur. 30 jaar. Nou, ik realiseerde me, ik moet eigenlijk nog 40 jaar werken tot mijn pensioen. Wil ik dit werk nog 40 jaar blijven doen? Nou, dat ik ga heel wat anders doen. Ja, ik heb een horeca-achtergrond, ik heb de hotels gedaan in Maastricht. En dat vlammetje van ooit een eigen horecazaak, dat brandde altijd nog wel. En mijn vrouw heeft een achtergrond in de gehandicaptenzorg. En wij waren zelf te gast bij Brownies & Downies in Weert. Daar dronken we een kopje koffie en aten we een brownie. En toen zat ik net in die fase van, hey, wil ik dit werk nog blijven doen? En toen zeiden wij tegen elkaar van, is dit niet iets voor ons? Ik heb een horecaervaring, jij met je zorgachtergrond. En toen naar de franchise geschreven en toen is het gaan rollen. Match made in heaven. Ja. Zo. Hey Merel, hoe vind je het nou om kinderburgemeester te zijn? Ik vind het heel erg speciaal, ja. Want het gebeurt natuurlijk niet iedereen. Kinderburgemeester worden. Dat is waar, ja. Ja. Zeg, en wat hangt er zo om je nek? Wat is dat? Dat is een ambtsketen. Goed zo, dat zijn echt de dingen waaraan je een burgemeester kunt herkennen. Ja. Speciaal gemaakt voor de kinderburgemeester. Hey, en had je die ook om tijdens je eerste openingsceremonie? Toen je de schaatsbaan ging openen? Ja, toen had ik deze ook om. En hoe ging dat, die opening? Het ging supergoed. Ik mocht met de kinderdirecteur van de Maaspoort, Charlie, mocht ik de schaatsbaan Venlo on Ice openen. Mm-hmm. En we mochten samen een praatje doen, lint doorknippen. Het zijn wel hele bijzondere dingen die jij mag doen. Ja. Waarom wil je zoiets? Wat wil jij voor andere kinderen doen? Mij is verteld dat ik een ceremoniële kinderburgemeester ben. Dat houdt in dat ik... dat ik meega naar de feesten, maar ook naar de herdenkingen. En dat ik laat zien dat kinderen ook een deel van Venlo zijn. Ja, dat is belangrijk, hè? Kinderen zijn ook een groot onderdeel en die mogen ook gezien worden. Ja. En je denkt toch niet dat burgemeesters alleen maar lintjes knippen, hè? Nee. Oké, prima. Dit was 2023. Ja, beste mensen, we weten allemaal wat er op dit moment in de wereld aan de hand is. Elke dag komen er vreselijke beelden binnen in onze huiskamers. Laten we ons goed realiseren dat wij in vrijheid leven en dat wij dankbaar moeten zijn voor die vrijheid die wij hebben. En laten we ook mensen die hulp nodig hebben, die hulp geven en ook dicht bij die mensen staan. Let een beetje op elkaar. Let heel goed op elkaar. Ik wens je een heel goed 2024. Zullen we samen de kerstboom aansteken met Merel? Lijkt me een prima plan. Merel, kom je mee de kerstboom aansteken? Beide burgemeesters gaan de kerstboom aansteken. Kom. Zo, 1, 2. Ja. Gelukt. Ja. Op 2024.